goed 2 kilometer van het einde. 1:21 en ik heb de indruk dat Rorek er de pijp uit is. Een Oostenrijker Rorek. Het kan misschien een dag te vroeg lijken, want morgen dus aankomst in Servhausen in Oostenrijk, in zijn land. Maar hij gaat daar niet echt mee zitten. Ik vind het wel moeilijk. Er komt ook nog behoorlijk wat beweging. Sprint wordt daar nu op gang gebracht. Wat er nog van kan overblijven van zo'n sprint. Schlek toch een pak kracht, hè. Het zou ook mee, nu valt het weer stil. Dat is weer in het voordeel van de Oostenrijker. Opgelet, Rorenger staat op 57 seconden. Ze mogen hem dus ook niet te ver laten rijden. Hij gaat ook nog een bonificaties pakken. Schlek begrijpt dat. Dan weer Van Javits of Jefimkin van achteruit. Nog 500 meter. Wordt een dubbeltje op zijn kant. Rorenger is een stille dood aan het sterven. Daar komt Igrinski. En die gaat nog wel vooruit, hoor. Ja, alles komt weer samen. Kan weer herbeginnen. Andy Schlek dus vermoedelijk de nieuwe leider. En wat een warrige sprint. Igrinski probeert nog naar dat wiel te komen. Gaan hij er nog over? Igrinski. En nu komt Schlek. Of is het Breschel? Het is Breschel. Het is Breschel. Breschel, hier aan het kantje. Sterk. Twee keer gestorven, maar sterk, wel sterk. Winnen.